Als je wilt groeien als filmmaker, dan is er één ding heel erg belangrijk. En dat is het krijgen van feedback. In deze video gaan we het daarover hebben. En ga ik een aantal goede manieren met je delen om feedback op je werk te krijgen. Hoi, ik ben Grietje van de Videomakers. Het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Wil je daar nooit meer iets van missen? Abonneer je dan zeker eventjes op ons kanaal. Dat kan natuurlijk door op die mooie grote abonneerknop te drukken. En als je daar dan toch bent, druk dan ook meteen eventjes op het belletje. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. En in deze video gaan we het dus hebben over een van de ingrediënten van succes. Namelijk het krijgen van feedback. We gaan het erover hebben waar je feedback kunt krijgen, waarom het zo belangrijk is, hoe je er op de juiste manier om vraagt. En ik ga natuurlijk beginnen met, wat is feedback nou eigenlijk? Ik zou feedback omschrijven als het moment waarop jij je werk, in dit geval een video, aan iemand anders geeft. Met daarmee de vraag, wil jij zeggen wat je hier aan opvalt, wat je goed vond, wat je aansprekend vond en waarvan jij denkt dat het misschien nog beter zou kunnen. En als iemand dat in huis heeft, kan diegene ook zeggen hoe je dat eventueel zou kunnen doen of daar tips en tricks in geven, hoe diegene dat zelf zou doen en wellicht dat jij daar weer wat aan hebt. Ik ga het straks nog verder hebben over hoe je op een fijne manier feedback kan vragen. Want je kan je voorstellen op het moment dat je je video aan iemand geeft en je zegt zeg maar alles wat je denkt of vindt, dat dat nogal breed is. Dus het kan goed zijn om dat een beetje te kaderen. En waarom is het nou belangrijk om feedback te krijgen? Ik merk, zeker in een creatief proces, ik merk dat in de video's die ik maak, op het moment dat ik voor de camera sta, maar ook op het moment dat ik bijvoorbeeld vroeger theatervoorstellingen maakte, dat je op een gegeven moment gewoon zelf eigenlijk niet meer helemaal goed kan zien wat je aan het doen bent. En dat is heel menselijk. Jij zit ergens in, jij weet hoe alles zit, ook achter de schermen. Jij weet welke bedoeling je had. Jij weet waarom je dingen op een bepaalde manier doet. En jouw kijker weet dat allemaal niet. En eigenlijk is het idee dat je een soort van, al die kennis die jij hebt, dat je dat uitzet. En dat je dus probeert te kijken alsof je een toeschouwer bent die nog niks weet. En op het moment dat jij jouw werk aan iemand geeft die daadwerkelijk zo'n toeschouwer is, die een aantal dingen nog niet weet, dan kan diegene dus ook zeggen hoe het op hem overkomt of op haar overkomt en daarin dus tips en tricks geven. Het kan dus zijn dat je dan achter dingen komt die je zelf misschien nog niet had bedacht. En hoe goed je ook bent als filmmaker, het is altijd zo dat twee of drie mensen gewoon meer weten dan één. Dus ook wij vragen nog regelmatig feedback, zeker op het moment dat we bijvoorbeeld een montage maken, die best wel ingewikkeld is, dat je het even aan iemand anders geeft en zegt, kun jij nou eens kijken hoe het overkomt? Ik heb er al zo lang naar zitten staren. Kijk jij eens wat er goed gaat en misschien minder goed. En dan zul je altijd zien dat je video echt weer een hele stap beter wordt. En misschien ook nog even goed om erbij te zeggen, wat is dus geen feedback? Feedback is niet dat iemand bijvoorbeeld onder je video zegt wat hij allemaal niet goed vindt aan je video op een hele onprettige manier. Dus alleen maar zegt, nou ik vond het niks, ik vond het lelijk en je hebt het slecht gedaan. En je bent lelijk. Weet je wel, dat is geen feedback, dat is gewoon onaardig. En bijvoorbeeld als je hem laat zien aan je vader en die zegt, wow, supermooi wat je gemaakt hebt. Ja, tuurlijk, weet je wel. Als iemand heel veel van je houdt en je gewoon wil supporten en ondersteunen, dan is dat super lief. Maar dat is niet per se feedback, want dat is niet waar je van groeit als in dat je weet wat je een volgende keer anders zou kunnen doen. De volgende vraag is, hoe zorg je er nou voor dat je feedback krijgt waar je wat aan hebt? En het kan daarbij heel erg helpen om degene die jij om feedback vraagt, precies de juiste informatie te geven. Want als je gewoon een video over de schutting gooit en zegt, roep maar alles wat je denkt en dan ga ik daar proberen iets mee te doen. Het kan zijn dat je dan met tips en tricks thuis komt waar je niet direct iets aan hebt. Of dat iemand niet gekeken heeft naar waar jij wilde dat hij naar zou kijken. Dus het kan helpen om iemand wat meer informatie te geven. Bijvoorbeeld, op het moment dat je ergens extra aandacht aan besteed hebt en je wilt weten of dat werkt of niet, dan kan het helpen om dat te benoemen. Dus bijvoorbeeld dat je tegen iemand zegt, ik heb dit keer extra aandacht besteed aan het maken van de overgangen, dus zou je daar misschien extra op willen letten. Of ik heb extra aandacht besteed aan de kleurbewerking, zou je daar misschien extra naar willen kijken. Het kan ook zijn dat je juist het niet wil benoemen omdat je wil zien of het iemand opvalt of dat het iemand stoort. Maar het kan dus ook in sommige gevallen juist heel prettig zijn om iemand even mee te geven dat dat een aandachtspunt is. Zodat diegene ook weet dat je daar graag iets over wilt horen. De volgende tip is geef aan waar je staat in je proces. Want je kan iemand natuurlijk een video geven die
helemaal af is. Waarvan je zegt, nou eigenlijk wat mij betreft is dit zo perfect of goed genoeg. Maar het kan ook zijn dat je iemand iets geeft wat nog niet af is. En dat je wil dat iemand bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar de verhaallijnen. Of dat klopt, maar je hebt de kleurbewerking nog niet gedaan. Je hebt het geluid nog niet helemaal afgemixt. Dus dan is het zonde op het moment dat iemand jouw video kijkt en dan zegt, oh ja, het geluid was nog niet zo lekker. Ja, en ik vond de kleur eigenlijk ook nog niet zo mooi. Als iemand zich daarop gefocust heeft, terwijl je video, ja, terwijl jij daar nog niet mee bezig bent geweest, dan heb je niks aan die feedback. Dus het is heel handig voor iemand om te weten, waar sta je in je proces? Is de video al af of nog niet? En nou ja, wat ik net zei, welk aandachtspunt heb je dan voor mij waar ik op moet letten? Wat ook heel erg handig is, is om mee te geven hoeveel tijd je nog hebt. Ik had dat in theater vaak. Als iemand zegt, ik heb nog een maand om te repeteren. En we hebben nu de eerste vier scènes een soort van in de grondverf gezet, noemden we dat dan. Dus die staan dan in grove lijn. Dat is een heel ander verhaal dan dat iemand zegt, ja, we hebben morgen première. Want op het moment dat je morgen première hebt, zodat morgen de video af moet zijn, dan weet ik op het moment dat ik feedback geef, oh ja, ik kan niet nog 2000 dingen gaan benoemen, want iemand heeft geen tijd om dat aan te passen. Dus dan weet ik als feedbackgever, oh ja, ik moet dus 3 belangrijke speerpunten waar iemand nog in een dag tijd wat dingen aan kan doen, die kan ik meegeven. En ik moet vooral ook heel veel dingen meegeven die prettig zijn, die goed zijn. Dat mensen er een beetje vertrouwen in krijgen voor die première morgen. Iets waar ik mensen ook graag om vraag als ik feedback vraag, is wat valt je op? Wat bleef je bij na het zien van de video? En dit ben ik eigenlijk gaan vragen na een video die ik heb gemaakt toen ik nog op de HKU zat, op de opleiding. Want toen heb ik een video gemaakt voor een organisatie die heette Rainflourish, volgens mij. En dat ging over het beschermen van het regenwoud. En die organisatie had toen aan ons als studenten gevraagd van, kunnen jullie filmpjes maken ter promotie van onze bedrijf? Organisatie. En het uitgangspunt was dus dat ik een video ging maken die liet zien dat het regenwoud werd bedreigd. En waarom? En ik heb toen wat onderzoek gedaan, want dat doe je dan als je student bent. En ik kwam erop uit van een van de redenen dat er veel regenwoud wordt gekapt, is omdat er soja wordt verbouwd. En soja wordt voornamelijk gebruikt om dieren te voeren. Dus de vleesproductie en het feit dat we veel vlees eten, maakt dat het regenwoud wordt omgehakt. Dus ik dacht, ik ga in mijn video dat verhaal vertellen. Dus van de dieren naar het vlees eten, naar het soja, naar het regenwoud. Ik wilde dat proces laten zien. Dus ik heb in die video beelden ook laten zien van een varken. En vervolgens van een varken wat gedood werd. In het proces van dat het vlees ging worden. Want dat hoorde in mijn verhaal. En nu merkte ik dat het beeld van dat varken wat stierf, want dat was toch wat er gebeurde, dat was zo heftig dat mensen die het keken, die bleven vooral daarop hangen. Terwijl mijn video ging niet over het varken, het ging over het regenwoud. Dus ik merkte dat mensen die die video hadden gezien, naderhand tegen me zeiden, oh, dat varken, wat erg, hè? Terwijl ik zei, nee, maar, ja, maar het ging om het regenwoud. En eigenlijk mijn boodschap was dus niet overgekomen. De hele point van die video was mislukt, omdat ik een beeld had gebruikt wat te sterk was en eigenlijk de aandacht afleidde van wat ik wilde dat de video over ging. Sindsdien heb ik dus geleerd, nou ja, ten eerste gebruik niet zo'n heftig beeld als het daar niet over gaat, maar ook dat ik dus eigenlijk aan mensen vraag, wat valt je op? Wat blijft je bij? En als dat niet hetgene is wat je wil dat ze bijblijft, ja, dan heb je het verkeerd gedaan en dan zul je nog iets moeten aanpassen in je video. Dan ga ik nog een heleboel verschillende manieren met je delen om feedback te krijgen. En ik hoop dat daar manieren bij zitten waarvan je denkt, hey, dit zou voor mij ook een goede manier kunnen zijn om feedback te krijgen en weer een volgende stap te maken in het maken van betere video's. De eerste manier is het vragen van mensen om je heen die niet per se verstand hebben van video. En het klinkt misschien een beetje gek, omdat je denkt, als ik feedback wil op mijn video, dan wil ik dat toch juist van mensen die ook verstand hebben van video. Maar dat hoeft helemaal niet. Toen ik begon met TravelGraddle, met mijn YouTube reiskanaal, toen liet ik al mijn video's eerst zien aan Sander. Sander is mijn vriend en die ging ook mee op reis, dus die was ook bij geweest dat we het gefilmd hadden. Dus die wist ook wel een beetje wat voor materiaal er lag. En Sander is wel iemand die misschien geen video's kan maken, maar die wel goed ergens naar kan kijken en ook goed een beetje afstand kan nemen. Dus niet alleen maar denkt van, oh, ik was er zelf bij en dat was superleuk, maar die echt kan zien van, oh ja, dit is de video die het geworden is en op welke momenten merk ik nou dat het me aanspreekt en op welke momenten merk ik dat het me minder aanspreekt. En ja, zoals ik het zelf eigenlijk altijd omschrijf is,
het verschil tussen iemand die een professional is en iemand die niet een professional is, is niet dat iemand die niet een professional is niet kan zeggen wat hij mooi vindt of niet. Ik had dat met theatervoorstellingen vaak. Dat ik dan vroeg aan mensen achteraf van wat vond je ervan? En mensen zeiden ja, maar ik heb geen verstand van theater. En daar dan een beetje zo mee afdeden dat ze er iets over mochten zeggen. Terwijl ook als je geen verstand hebt van film of van theater of van een video, dan nog weet je of je iets leuk vond of wat je opviel of iets je aansprak of je ergens een emotie bij kreeg. Het verschil zit er voornamelijk in mijn optiek, dat je niet kan zeggen wat iemand moet veranderen op het moment dat iets je niet aanspreekt. Omdat je niet precies weet hoe video of theater of tekenen, hoe dat werkt. Dus je kan dan wel zeggen, ja, ik heb het gevoel dat er ergens iets niet klopt. Of ik heb het gevoel dat ik iets niet helemaal meekrijg of dat iets te lang duurt. Maar dat je niet precies kan zeggen, oh, als je nou dit en dit en dit doet, dan los je het op. Dat zijn typisch dingen die een professional dan weer weet. Maar feedback van mensen die om jou heen zijn, die je makkelijk kan benaderen, die is super waardevol. Dus ik zou dat zeker niet afschrijven. Het volgende wat je kan doen is feedback vragen aan mensen die ook met video bezig zijn. Met Travel Gradle merkte ik op een gegeven moment dat ik dacht, oh ja, ik wil graag wat meer feedback. Ik had ook aan Risk af en toe feedback gevraagd. Maar ik dacht, dit lijkt me ook fijn om van andere reisvideomakers feedback te krijgen. Want ja, zij zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Dus zij weten ook soms dat dingen lastig zijn of waar je dan tegenaan loopt. Of zij hebben misschien wel eens hele toffe dingen gedaan die ik ook zou kunnen doen. Dus ik kwam op Facebook in een groep terecht met allemaal internationale reisvideomakers, dus Engelstalig. Waarin je eens in de zoveel tijd je video kon delen. En dan dus feedback kreeg en ook feedback gaf. En het fijne van feedback geven is ook, je geeft daarmee iemand anders natuurlijk dat die haar video of zijn video weer kan verbeteren. Maar het scherpt jou ook weer in het kijken naar je eigen video's. Op het moment dat je analytisch naar andere video's gaat kijken en ziet wat wel en niet werkt, kan je vervolgens ook weer bedenken, oh, dit doe ik ook wel eens in mijn video's. En nu merk ik bij die ander dat ik misschien dat toch op een andere manier zou doen. Dus het geven van feedback helpt ook weer in het beter worden als filmmaker. En het is gewoon heel fijn om, hè, in dat geval kreeg je dan bijvoorbeeld van 5 verschillende mensen feedback. En gaf jij 5 verschillende mensen feedback. Om van 5 verschillende mensen te horen wat hen is opgevallen aan jouw video. Dat zou je dan dus ook, hè, je zou dat dus kunnen doen in Facebookgroepen. Maar je kan het bijvoorbeeld ook doen bij videoclubs. Kan ik me voorstellen. We hebben allebei nooit bij een videoclub gezeten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ook een plek is om andere filmmakers te ontmoeten en te zeggen, hey, zullen we eens een uitwisseling doen in dat ik naar jouw werk kijk en jij naar mijn werk. En dat we gewoon elkaar feedback geven en zeggen wat we ervan vinden. En natuurlijk kun je ook professionele filmmakers om feedback vragen. Zoals ik in het begin al zei, dat gebeurt bij ons vrij vaak onder onze video's. En het lastige daaraan is dat wij het niet zomaar op ons kanaal bij iedereen kunnen doen. Want hè, dan krijgen we heel veel aanvragen. Die krijgen we nu eigenlijk al. En ja, dan moeten we elke keer naar die video's kijken en daar iets op zeggen. En dat kost ons zoveel tijd. En het bijhouden van de videomakers kost ons al super veel tijd. Er zijn al heel veel dingen die we niet kunnen doen, die we eigenlijk voor jullie zouden willen doen. Dus gewoon feedback geven op een video, dat kunnen we helaas niet doen. We hebben wel eens een serie gedaan, De Videodokter, waarin we een aantal kanalen feedback gaven en daar dan weer een video over maakten. Mocht je nou denken, hey, dat is leuk, dat zouden jullie misschien wel weer eens mogen doen. Laat dat dan zeker eventjes weten hier beneden in de comments. Want als er heel veel mensen zijn die zeggen, oh, dat lijkt me super tof als dat onderdeel van het kanaal weer terugkomt, dan gaan we daar gewoon echt serieus naar kijken of we dat kunnen doen en hoe we dat dan kunnen vormgeven. En wat wij natuurlijk als filmmakers ook hebben, is de videocoach. Dus dan koop je een sessie met ons. Die duurt dan een half uur en hebben we ook nog daarbij een half uur voorbereiding, dat we gaan kijken naar wat stuur je in. Welke tips en tricks kunnen we daarbij geven? En die wordt ook, die kan je voor van alles gebruiken, die videocoach. Die kan je ook gebruiken voor, hoe maak ik nou een mooie studio setting met de spullen die ik heb en dan kijken we met je mee. Maar die wordt ook vaak gebruikt als feedback moment op je video's. Maar goed, dat kost dan natuurlijk wel geld, omdat wij ook professionele filmmakers zijn en dat is dan onderdeel van ons werk. Maar mocht je ooit een videocoach willen, dan vind je hem hier bovenin. En wat kan helpen is als je, die mazzel moet je dan maar net hebben, dat je professionele filmmakers om je heen hebt die je kan vragen om feedback. Ik heb Riske in het begin voor Travel Gradle gevraagd om feedback omdat ik haar kende. En nu bijvoorbeeld als we samen een project doen of als we ergens aan werken, dan kan het ook zijn dat de een nog even tegen de ander zegt van, joh, ik heb iets af, wil je er naar kijken en wil je kijken of het nu goed is zoals ik of zoals we het gedaan hebben. En ja, dat is natuurlijk, dat moet je dan maar net in je omgeving hebben. Maar je zou eens kunnen kijken, heb ik mensen om me heen die wat meer verstand hebben van
video die ik misschien 1 of 2 keer zou kunnen vragen. En dan misschien een lekkere appeltaart bakken. Of diegene een keertje leuk mee uit eten nemen als een bedankje. Om feedback te geven vanuit een professioneel oogpunt op mijn video's. En waar je ook feedback vandaan kunt halen als je dat wil, is uit je volgers. Op het moment dat je op YouTube zit of bijvoorbeeld op Instagram. Ja, dat zijn sociale media. Dus je gaat altijd met mensen in gesprek. En wat er dan vaak gebeurt, is dat mensen, bijvoorbeeld op YouTube-video's zie je dat vaak, dat mensen dan daaronder eventjes herhalen wat ze tof vonden aan de video. Dus als jij een video maakt die entertainment is, die leuk is om naar te kijken of grappig is, dat mensen dan eventjes herhalen wat ze heel erg leuk vonden. En dat andere mensen dat dan weer liken. En dat is natuurlijk heel 1-op-1. Dat je gewoon mensen eigenlijk aan jou teruggeven wat ze opvalt aan je video. En heel fijn, heel vaak zijn dat gewoon leuke, positieve dingen. Dat mensen zeggen, oh, je hebt me ermee geholpen. Of ik vond dit heel grappig. Of ik vond het heel erg herkenbaar. Dus dan weet je dat die elementen van je video goed werken. Het kan ook zijn dat mensen zeggen, oh, ik snap dit en dit nog steeds niet. En als er meerdere mensen zijn die dat zeggen, dan zou je kunnen denken, oh ja, als ik een uitlegvideo heb gemaakt, was dat dan duidelijk genoeg? Zou ik het misschien een andere keer nog iets duidelijker moeten uitleggen? Zou ik het misschien nog net op een iets andere manier kunnen laten zien, waardoor het voor mensen helderder is? Dus op die manier kan je ook uit je volgers feedback halen. Ik wil daar wel een kleine notitie bij maken. Namelijk, je vraagt eigenlijk je volgers niet per se om feedback. Mensen gaan gewoon met je in gesprek. En ik merk dat soms mensen wel het gevoel hebben dat ze je feedback willen geven. Soms zijn dat ook dingen als bij ons bijvoorbeeld dat deze ruimte te hol klinkt. Of dat ze zeggen, ja, ik vind eigenlijk dat jullie net iets te snel praten. En dat zijn ook lastige dingen, omdat je daar als filmmaker niet altijd iets mee kan. Dat wij bijvoorbeeld snel praten, ja, zo zijn we. En we zijn enthousiast en ik merk soms zelf bij andere YouTubers dat ik denk, oeh, je praat voor mij net iets te langzaam en dat ik ze dan wat sneller zet. Ja, dat is ook een beetje persoonlijke voorkeur. En dat het hier zo hol klinkt. Ja, we zouden dan heel veel doeken moeten neerleggen en er alles aan moeten doen. Maar op het moment dat we alles heel erg perfect gaan willen doen, heb ik een keer een video gemaakt over dat imperfectie als filmmaker ook helemaal niet erg is. Ja, dan houden we niet echt meer tijd over om gewoon inhoudelijk bezig te zijn met wat willen we nu eigenlijk maken. Dus we moeten gewoon af en toe zeggen, dit is prima, dit is echt goed genoeg. Misschien niet perfect, maar we gaan hier gewoon een hele mooie video mee neerzetten. Dus dat wil ik je ook meegeven. Dat het niet per se zo is, hè, zeker als je meer volgers krijgt of mensen vaker iets zeggen, dat je daar dan ook per se iets mee moet. Het zijn uiteindelijk natuurlijk jouw video's, jij maakt die keuze. En uiteindelijk weten mensen ook wel dat je niet perfect bent. En blijven ze als het goed is ook wel gewoon bij je. Ten slotte wil ik je nog 2 dingen meegeven. Namelijk, op het moment dat jij iemand om feedback vraagt, houd er dan rekening mee dat iemand dat altijd doet vanuit zijn eigen belevingswereld en vanuit zijn eigen perspectief. Dus dat sommige dingen die je terugkrijgt, dat kan ook gewoon iemands smaak zijn. Het is niet per se dat het dan beter is, maar het kan ook best zijn dat iemand eigenlijk gewoon zegt, ja, ik zou dat mooier vinden. Maar het is niet diegene zijn of haar werk, het is jouw werk. Dus het kan best zijn dat je denkt, oh ja, jij kan dat mooier vinden. Maar ik vind het toch zelf fijn om het op een net iets andere manier of op mijn eigen manier te doen. En, ik zei het net eigenlijk ook al, imperfectie is helemaal niet erg. Als je er echt naar streeft om iets te maken wat je aan iedereen laat zien en dat iedereen dan zegt, wauw, dit is echt 100% perfect. Ja, dat bestaat eigenlijk gewoon niet. Dus ik zei net al, we hebben een video gemaakt over imperfecties. Weet ook, op een gegeven moment is het gewoon goed. Is het goed genoeg? En moet je die video gewoon lekker gaan uitzetten op de plekken. Ga verspreiden waar jij hem wilde verspreiden. Ik hoop dat je met al deze informatie zelf op pad kunt om feedback te vragen over je video's. Als je nou een keer feedback wil geven aan andere mensen, dan kan je het ook laten weten hier beneden in de comments. En als je er dan doorheen scrolt en je denkt, hey, ik wil wel een keertje feedback uitwisselen, kunnen jullie dat natuurlijk ook met elkaar doen. Ik zou dat echt superleuk vinden. In elk geval, bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer.